Hallo beste kijkers, welkom bij aflevering 11 van mijn Interrail Tour vanuit het Belgische plaatsje Antisnes. Een zwembad hier. Ah, gaat er maar niet in. Er zit ergens een wespennest of zo in de buurt. En die wespen die gaan allemaal rond de trappetjes. We vinden ze leuk of zo. Vandaag Interrail dagje door België heen. Ik heb er zin in, jongens. Mijn naam is Julian, 21 jaar oud en ik heb een eerste klas Interrail Pass aangeschaft. Hiermee wil ik op avontuur door Europa heen tijdens de snikhete zomer van 2019. Veel kijkplezier. Bij gebrek aan OV in het dorp ga ik per auto naar het station. Nou, inmiddels zit ik op het station van Rivage. Ik ben heel dom geweest. Ik heb mijn mobiel thuis laten liggen. Dus we gaan vandaag een dagje door België reizen met mijn Interrailpas. Ik heb al een doel, wil er niet te veel over verklappen. Interrailpas, de regels zijn bijna op, maar er zit in je boekje zit dan extra reisregels. Kun je uitknippen, kun je meer reizen maken. Nou, Brussel-Zuid. Ik heb vandaag een reisgenoot. Ja, ja. Hi. Hi. Hallo. We gaan nu naar Charleroi. Toet. Jesus. En de Intercity naar Charleroi vertrekt van spoor 21. Het is voor de eerste keer dat ik in een M6 in de eerste klas zit. Op naar Charleroi. Gare de Charleroi, Toet. Hoi. Hoi! Let's do this! Een dagkaart. Oh, tram is er nog. M4 de Le Mans. Tram in Charleroi. Lang geleden, superleuk. Metrostation Waterloo, met aan dat perron daar ligt ook geen deze spoor. Waarom niet? Geen idee. Het blijft Charleroi. Van de vier te voet verder. Nou, de staat van Charleroi heden ten dagen, dat ziet eruit als trash. Nou, dan ga ik nu het doel verraden voor vandaag. Het is die metrolijn daar en die wordt niet gebruikt. Sinds de aanbouw in 1983 niet. Hier loopt het ding zeg maar verhoogd, dus kunnen we niet op, dus we moeten nog een stukje lopen. Nou, komt de volgende opgave nog, kijken hoe we hier binnen gaan komen. Er staan wel overal hekken. Hier is de hek wel helemaal weg, maar dat is best een sloot, daar kun je niet zomaar doorheen. Dus we gaan nog even verder kijken. Dit ziet er wel goed uit. En wie die wil dit liever niet, snap ik, want het is illegaal. Maar ik sta nu midden op die metrolijn. Dit is fucking gruwelijk. Dit is fucking gruwelijk. Nou, tijdens deze interrailreis eerst een verlaten treinstation. Daarna een verlaten vliegveld wat wel openbaar is. En nu loopt meneer over een metrolijn heen. Dit is wel urbex interrail dit. Nou, ik vind het fucking gruwelijk om te doen. Het is fucking gruwelijk om te doen. Holy shit. Ik hoorde ergens een toeter wat leek op een treintoeter. Denk even, wat rijdt hier nog wel zo af en toe onderhoudstreinen. Oh mijn god. Er komt niks aan, gelukkig. Dit is... Jongens, doe dit niet na. Nou, kijkjes, weet je? Nu begint het voor mij ook al een beetje spannend te worden. Het was mooi geweest met de illegale tijden van vandaag. How was your tree experience? No response.
change of plans. Adrenaline level zit dat hier. Dus ga ik kijken of ik bij dat metrostation daar kan komen. Aan de roest te zien heeft hier al wel een tijdje niks meer overheen gereden. Staan daar huizen? Nope. Als die me zien, ben ik wel een lul. Helemaal aan het trillen. Ik ben ook helemaal veranderd in een zweeteend. Ik ga weer terug. Fitboy geweest. Hoorde weer geluid. Ik dacht weer dat het een werktram was. Dat is het enige wat hier dus zeg maar rijdt. Het is een werktrammetje. Die één keer in de zoveel tijd komt kijken hoe de boel erbij ligt. En meer komt hier niet. Want in 1985 toen dachten ze van nou, roltrapjes draaien, stroom hangt op de draad, seintjes branden. Dan kunnen we lekker gaan rijden. Nope. Vraag je dan af, is dit vet om te doen? Ja, dit is fucking vet. Tjallas. Terug op het Zuidstation van Charleroi. We gaan nu eerst lunchen. De trein richting Erquiné vertrekt van spoor 11. Nou, ik ga nu samen met Emmy. Hi Emmy. Emmy is er nog. We gaan nu naar het minst gebruikte station van België heen. Daar komt een hele aparte video over. Dus maak je daar maar niet te druk op. Nou, ik heb mijn interrail pas vanaf thuis, morgen, tot aan het minst gebruikte station van België precies volgekregen. Hierna gaan we over op de extra reisregels die in het boekje zaten. Station Houpet, een heel klein stationnetje in de Ardennen langs het dal van de Sambre. Volledige video over dit station wordt gewoon een minst gebruikte stationvideo van mij. Dus geen interrail avontuur hier op dit station. Daarover komt binnenkort een aparte video over uit. Maar zoals je ziet, er is hier geen reet. En onze volgende tussenstop wordt Namur. Voordat Houpet het minst gebruikte station was van België, was dat dit station hier, Amsterdam-Zalmre. Dat station is inmiddels gesloten voor modernisatie, dus hier stopt niks. Namur, qua station lijkt het een beetje op Utrecht Centraal van 10 jaar geleden. Zo Emmy, eerste indruk van Namur. Kutte. Ik ook niet. Met lijn 27 hier, naar zal het zien. Er zijn rolstoelen mee, maar de rolstoelplank die weigert om uit te vouwen. Nou, vanuit mijn eindejaars special station Ottigny. Oh, dat is herinneringen aan dit station. Brussel Noord. Onze Emmy hier, hij heeft mij getipt dat hier op dit station de allereerste KFC van België zit. Nou, dat gaan we natuurlijk even uitproberen. Nou, ik heb Emily weer op de trein naar Oostende gezodenknijterd. Die gaat om 55 en mijn trein gaat om 8 over naar Liège-Guillemin. Ik had ook die trein kunnen nemen, dat is de Intercity naar Amsterdam Centraal. De laatste trein voor vandaag is 9 minuten te laat. Nou, weer terug op het station van Rivage. Het is een leuk, schattig wachthokje dit. Mooie, veilige overweg ook dit. Nou, weer terug in Antisnes. Ik heb iets gevonden waar ik even een vlogje van wil maken. De speeltuin van het dorp.
Juist. Schijnbaar heet dit gerucht La Roque. Nou, dat was aflevering 11 van Interrail. En Interrail bestaat uit 12 afleveringen. Dus morgen is de laatste. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Morgen gaan we alsnog een land aftikken. Ook al ga ik naar huis heen. Stay tuned, bitches. Later.